theater in Nederland. 7.2. Een land van polders. Wanneer je in het buitenland bent en je zegt, ik kom uit Nederland, dan zijn de eerste drie dingen die de mensen zeggen, oh, land van klompen, land van tulpen en land van molens. Want Nederland is bekend van zijn molens en zijn polders. Maar wat is eigenlijk een polder? Een polder is een gebied wat omringd wordt met dijken, waar wij, de mens, de waterstand kunstmatig regelen. Nou, in Nederland kennen wij drie soorten polders. Ik ga ze zo meteen allemaal even bespreken. Dat zijn de zeepolders, de veenpolders en de droogmakkerijen. Die laatste zijn misschien wel het bekendst. Nou, ze hebben allemaal een verschil in ontstaanswijze en dus ze zijn ook te herkennen aan de hoogteligging. Ik ga dat nu uitleggen. De hoogstgelegen polder is de zeepolder. Die komen we tegen langs de kust van Zeeland en langs de kust van de Waddenzee in Friesland en Groningen. Langzaam maar zeker, door die sedimentatie die we al ook hebben gezien in het vorige hoofdstuk van zand en klei, komt het land steeds hoger te liggen. Het land, zeg maar aan de kust van bijvoorbeeld Noord-Groningen, dat komt steeds hoger te liggen. Daar zien we dan langzaam maar zeker ook begroeiing ontstaan. En alleen nog als het heel hoog water is, bijvoorbeeld door een storm, komt dit nog onder water te staan. Op een gegeven moment denkt een boer, ik kan hier mijn koeien laten grazen bijna het hele jaar. En de volgende stap is, als ik dat stukje nou een dijk neerleg, dan blijft het altijd droog liggen. En zo wordt een stukje land op de zee gewonnen. Als we even naar het kaartje hiernaast kijken, dat is de dollar, dat is een zeegul van de Waddenzee. Daar zien we hoe langzaam en zeker een stuk van de dollar steeds meer is drooggelegd in de loop van de laatste eeuwen. Steeds een stukje hebben ze een nieuwe dijk gelegd en is er een nieuw stukje land als het ware gewonnen. Dit ligt iets op of boven zeeniveau, deze polder, de zeepolder. De tweede polder, dat is de veenpolder. We hebben gezien dat in het westen van Nederland een groot deel veengebied is geworden. Dit deel van dit veen is afgegraven. Hier zie je het gebied ten zuiden van Loosdrecht, wat voor een groot deel een merengebied is geworden, omdat dat al dat veen is afgegraven. Maar dat veengebied wilden we ook gebruiken, bijvoorbeeld om koeien te laten grazen. Maar daar was het veel te nat voor, dus dat water moest weg. We hebben heel veel sloten aangelegd en we hebben dat water geprobeerd weg te laten pompen, weg te laten stromen. Maar dat veen, op het moment dat het droog wordt, zakt het in elkaar. Dit noemen we inklinken. En zo kwam het water, of het gebied, een stuk lager te liggen. Soms tot wel 2 meter onder zeeniveau. Nou, wil je dat gebied droog houden, moet je continu water uit het gebied gaan pompen. Dus kunstmatig droog houden. Hè? Dat is het kenmerk van een polder. Zo'n zogenaamde veenpolder, kan alleen maar blijven bestaan door het water continu te blijven wegpompen in bijvoorbeeld een kanaal of een rivier. Vroeger gebeurde dat met molens, vandaag de dag gebeurt dat met een elektrisch gemaal. Derde soort polder, dat is de droogmakerij. Dit zijn drooggemaakte meren of zelfs stukken van zee. Wat gebeurde daar? Dat waren grote meergebieden, zoals bijvoorbeeld op de kaart hier rechts. De Haarlemmermeer, die werd omdijkt, er werd een dijk aangelegd en daarna werd het water via de dijk of over de dijk gepompt naar kanalen en eventueel naar rivieren. Nou, deze droogmakerijen liggen vaak een stuk dieper dan bijvoorbeeld de veenpolders die tussen de 0 en de 2 meter liggen. Deze liggen tussen de 2 en soms al 5 meter, soms zelfs 7 meter onder NHP. Als we kijken bijvoorbeeld naar Schiphol, wat in de Haarlemmermeer ligt, dat ligt 5 meter onder zeeniveau. Met andere woorden, een vliegtuig zou bijna helemaal onder water staan als de Haarlemmermeer nog bestaan had. Werden de grote droogmakerijen rond Amsterdam, zoals de Beemster, de Schermer en ook de Haarlemmermeer, nog met molens leeggepompt, de modernste droogmakerijen, de polders in het IJsselmeer, zoals de Flevopolder en de Noordoostpolder, werden met gemalen drooggelegd. Het is altijd wel grappig om aan buitenlandse kennissen, als die in Nederland zijn, met ze door zo'n polder te rijden en dan door Flevoland te rijden en zeggen, we rijden nu over de bodem van de Oude Zee. Dat maakt altijd heel erg veel indruk. Het liefst hebben we die polders dus droog. Het is dus lastig, omdat ze allemaal zo laag liggen,
van zeeniveau tot soms wel min 7, om ze droog te houden. Nou, zeepolders zijn nog het makkelijkst droog te houden. Dat doen we met sluizen. Die zetten we bij eb, bij laagwater, kunnen we die sluizen dan openzetten. En dan kan er eventueel water uit de polder lopen, uit de polderstroom. We moeten wel oppassen dat we die sluizen bij vloed weer dicht doen, want dan zou het water weer de polder in kunnen lopen, want dan is het weer hoog water. Voor de andere polders moeten we echt gebruik maken van molens of gemalen. Nou, omdat vaak zo'n gemaal het water niet direct naar een grotere rivier kan pompen, wordt het eerst naar een soort kleiner kanaaltje gepompt. Dit noemen wij de boezem. Die ligt wat hoger dan de polder, maar nog net iets lager, bijvoorbeeld dan de rivier waar het uiteindelijk naar zee wordt gestroomd, wordt gebracht. En daarom zien we ook allerlei verschillende kanalen in de buurt van zo'n polder. Bij deze bijvoorbeeld is de Kinderdijk, hè, de beroemdste molenrij van Nederland. Daar zie je ook verschillende kanalen lopen, verschillende boezems. En daarachter zien we dan de rivier lopen die het water uiteindelijk naar zee brengt. Het is niet zo dat als het water één keer uit de polder is gepompt, dat die dan voor altijd droog staat. Was het maar waar. Nee, er kan van alle kanten nog water in de polder komen. Nou, ten eerste natuurlijk via neerslag. Ten tweede via de sluizen, waar we het al eerder hebben over gehad. En de belangrijkste manier, of de onbekendste manier, is de zogenaamde kwel. Kwel betekent dat water door de poriën, zeg maar door de korrels, onder bijvoorbeeld een dijk door kan stromen. Als het dan bijvoorbeeld bij een dijk heel hoog water is, dan overstroomt de dijk niet, maar wordt de hele ondergrond helemaal verzadigd met water en stroomt er als het ware heel zachtjes water onder de dijk door naar het gebied wat we droog willen houden, naar de polder. Dit noemen we kwelwater. Je zou kunnen zeggen, daardoor lekt er water uit de rivier in de polder. Voor de boeren in Nederland is water heel belangrijk. Water dat de plantjes laat groeien. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat het land onder water komt te staan, want dan zou alles verdrinken. Maar het water moet ook niet te diep in de grond zakken. Oftewel, het grondwater moet niet te diep komen te staan, omdat sommige plantjes dan met hun wortels erbij kunnen komen. Want in het water zitten ook voedingsstoffen voor de landbouwgewassen. De hoogte van dat grondwater kunnen we als mens zelf regelen. Want we kunnen zien, bijvoorbeeld in sloten en kanalen, kunnen we het water hoog of laag laten staan. Staat het water hoog in de kanalen en in de sloten, dan is het grondwater ook hoog. Daar zal de boer best wel blij mee zijn. Maar niet te hoog, want dan wordt het weer te nat. En door water weg te pompen, bijvoorbeeld uit kanalen en sloten, kunnen we het grondwater laten dalen. Kunnen we in laag Nederland, in de polders, het water redelijk makkelijk reguleren, zelf kunnen regelen hoe hoog het water komt te staan. In Noord-Nederland is dat wat lastiger, want daar is sprake van een zogenaamde natuurlijke afwatering. Door de hoogteverschillen loopt het water vanzelf weg. Water wat we er eigenlijk niet zouden willen laten wegstromen. Wat we dan gaan doen, dat in alle kanaaltjes, riviertjes zelfs, worden dan stuwen aangelegd. Die stuwen, dat zijn een soort dammetjes, waardoor het water in de sloten hoger blijft staan dan het normaal zou staan als het weg zou stromen. Op die manier kunnen we het grondwater ook hoger laten staan. We zullen dan ook zien dat in droge periodes, bijvoorbeeld in droge zomers zoals de afgelopen jaren, er in hoog Nederland veel de droogte het ernstigst toeslaat, dat daar de droogte het grootste probleem is. Dit was hoofdstuk 7.2.